naar wieisdemol.nl voor extra informatie over de kandidaten, de afleveringen, video's en bonk. En mis niets. Zoek jullie medekandidaten en vind ze binnen 24 uur. Isla Delba, van de Elba. We zijn nu op het eiland waar Nicky en Tigo zijn. Ja, dit gaat uren duren zijn. Gaan we de trappen op hier naartoe? We zijn hier hartstikke dichtbij. Ja, we zijn veel dichter bij het geld. Maar goed, jij hebt toch een telefoon? Nee. Hebben wij nou al het... Ik heb geen telefoon. Nee, serieus? Nee, ik heb geen telefoon. Ah nee, wat een sufferd. Oh. Hou je hem vast? Ja, ik heb hem. Wat? Is Napoleon de sleutel tot het verhaal? Do you know what this is? Falcon. Fort Falcone, een valk. Dat is een Falcone. Daar moeten we naartoe. Ja. Shit. Nicky en Theo zijn ontsnapt. Hey. Eventjes heel goed mijn molboekje napluizen en met terugwerkende kracht even alle opdrachten langsgaan. Ja, Nicky heeft eigenlijk ook wel altijd hoog op mijn verdachtenlijstje gestaan. Maar die is niet te peilen. Dus ik moet weer opnieuw beginnen. Na de zoektocht op Elba en de dubbele executie is de groep geslonken tot 4 kandidaten. Tigo, Nicky, Peggy en Jeroen. Zo vlak voor de finale zou je verwachten dat ze inmiddels wel voor ogen hebben wie de mol in hun midden is. Maar sommigen weten niet meer waar ze aan toe zijn, na het vertrek van Patrick en Ron. Terug in het landhuis proberen ze de feiten weer op een rijtje te krijgen. Misschien hebben ze wat aan een goed gesprek met een deskundige. Of aan belangrijke informatie voor de test. En vlak voor het einde van de reis probeert de mol opnieuw opdrachten te saboteren. Misschien dat daardoor het laatste puzzelstukje op zijn plek valt. Welkom terug in Wie is de Mol? Weg naar de eerste opdracht van de laatste aflevering, de finale aflevering. Ik loop eerst langs dat enorm mooie grote klooster. Het is zo mooi uitgebouwd. Ik kom om de hoek en daar staat Rick. Dan gebeurt er iets met je, want de opdracht gaat beginnen. Welkom bij de vervallen abdij van Sankalgama. In de 13e eeuw is deze abdij gebouwd door monniken. En in de 18e eeuw alweer verlaten, omdat het dak instortte na een blikseminslag. Dit is nog steeds een van de grootste gotische kloosters van Italië. Tigo. Ja. Je bent heel ver gekomen in het spel. Mm-hmm. Je hebt al veel executies overleefd. Ja. Nog één test en executie. En je staat in de finale. Dat betekent dat je tot nu toe goed hebt opgelet, toch?
Mm-hmm. Ik heb mijn best gedaan. Bij de volgende opdracht kunnen jullie veel geld verdienen voor de pot. 3000 euro. 3000 euro? Oké, graag. Ik wil de pot mee naar huis. Ik wil hem voor. Of je kunt waardevolle informatie krijgen over hoe je medekandidaten het spel hebben gespeeld. Binnen staat iemand op jou te wachten. Iemand die Wie is de Mol kent. Die weet hoe Wie is de Mol werkt. Meen je dit nou? Gaan we nou echt terug naar aflevering 1? Het kasteel waar we al die ex-mollen hebben gezien? Gaan we dat weer doen? Je mag zo naar binnen lopen. Je mag nog niks uit de bakjes pakken. Gaan we weer. En luister goed naar het advies. Succes. Over me heen komen. Zo groot, zo mooi. Een ruïne van het oude klooster. Opnieuw. Gaan we weer. Bakje 1. 750 euro. Volgende bakje. Een vraagteken. Interessant. Volgende bakje. Waarom is Jeroen de Mol? Nou, leuk, doorlopen. Niet mijn verdachte. Waarom is Penny de Mol? Nou, dat weet ik al waarom ze dat is. Omdat ze het is. En ik voel dat aan mijn buik. Ik doe het met mijn buik. Naar het volgende bakje. Waarom is Nicky de Mol? Hoe ben ik ook niet echt in geïnteresseerd meer? Ik heb gewoon één verdachte en hallo, tunnelvisie mag nu wel, hè? Dat is geoorloofd in de laatste aflevering. En het laatste bakje, ja, natuurlijk. Wat had je anders kunnen verwachten? Waarom is Tigo de Mol? Ik wist meteen wie ik daar zag staan. Daar stond een ex-man. Tigo. Merel Westerik. De afgelopen weken heb jij geprobeerd de mol te ontmaskeren. Je bent ver gekomen in het spel. Maar ben je er ook uit? Denk je te weten wie het is? Ja. Wie is de Mol is een spel vol misleiding en bedrog. Je bent op zoek naar de waarheid. Maar wat is de waarheid? Is dat niet altijd een kwestie van perceptie? Is dat wat jij denkt gezien te hebben de werkelijkheid? Of is het jouw werkelijkheid? Betekenen jouw groene schermen dat je goed zit? Of ben je gewoon elke keer net niet de slechtste? De werkelijkheid is nu dat jij voor mij staat. Ben je zeker van je zaak? Heb je het antwoord? Die ene vraag. Wie is de Mol? Welkom bij de vervallen abdij van San Galgano. Nicky, je bent heel ver gekomen in het spel. Je hebt veel executies overleefd. Nog één test en executie en je staat in de finale. Dat betekent dat je tot nu toe goed hebt opgelet. Toch? Ik hoop het. Achter jou staan bakjes met daarin enveloppen. De keuze is aan jou. Je mag je zo omkeren. Je vertrekt. Twee regels. Je mag één keer iets pakken. En je mag niet terug. Succes. Dank je wel. Dank je wel, Merel. Bakje 1, Tigo, hoef ik niet te hebben. 2, Nicky. 3, Peggy, hoef ik ook niet te hebben. Bakje 4, Jeroen, laat maar zitten. Bakje 5, het vraagteken. Ja, die bak ik. Ik had in mijn hoofd namelijk al bedacht. Het eerste bakje is leeg.
Same, same as before. Je mag naar de kamer waar je meer inzicht krijgt. Dat is fijn. Binnen staat iemand op jou te wachten. Succes. Dank je. Oh, Jezus. Oh, déjà vu, jongens. Ik kwam binnen en ik zag direct die spiegels, maar toch, en dat is wie is de mol, altijd even om je heen kijken. Terug naar de eerste opdracht van dit seizoen. De spiegels. We maken gewoon sowieso nu een foto. Oké, jongens. Ik leef mijn droom. Ik ga proberen. Ja, dat zijn ze gewoon. Het staat er. Ik heb de avond voordat wij begonnen, toen jullie allemaal sliepen, jullie quotes op de spiegel met de hand geschreven. Groetjes. Wat heb ik hier aan? Ik zie weer de bakjes staan en ik zie weer een oud mol zijn rug. En ik krijg gewoon kippenvel van dit moment. Ik denk dat deze hele opdracht is bedoeld om je te laten twijfelen. Net voor de grote finale. Nog één keer de grote twijfelboot erin. Hup. Zodat je net voor de finale toch nog wankelt. Nicky. Hi, John. John van Eert, oud mol. De afgelopen weken heb jij geprobeerd de mol te ontmaskeren. Je bent ver gekomen in het spel. Maar ben je er ook uit? Klein vermoeden. Hey, Rick. Welkom bij de vervallen abdij van San Calcano. Wie is de mol? Het is een spel van misleiding en bedrog. Peggy. Ja. Je bent ver gekomen in het spel. Je hebt veel executies overleefd. Hm. Nog één test en executie en je staat in de finale. Betekent een groen scherm dat je goed zit? Of dat je net iedere keer niet de slechtste was? Eén ding staat onherroepelijk vast. Jij staat hier voor mij. Sta je een beetje stevig? Ja hoor. Bij de volgende opdracht kunnen jullie heel veel geld verdienen voor de pot. 3000 euro. Keurig. Maar je kunt ook waardevolle informatie vergaren over hoe je medekandidaten het spel gespeeld hebben. Ben jij zeker van je zaak? Jij keert zo om en vertrekt. Twee dingen. Onderweg mag je maar één ding pakken. En je mag niet terug. Succes. Dank je. Ja. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als in aflevering 1. En heel toevallig stop ik ook bij precies hetzelfde bakje als aflevering 1. Maar dit keer zit er geen joker in, maar een brief met een vraagteken. En het eerste bakje verrassing leeg. Je mag naar de kamer waar je meer inzicht krijgt. Staat daar onze mol? Daar zag ik ze weer staan, die bakjes, net zoals in het kasteel in de eerste aflevering. Ik zag ook dat er aan het eind iemand stond met de rug naar me toe. En ik dacht, daar gaan we weer. Oké, daar staan de spiegels van de allereerste opdracht. Ik heb de avond voordat wij begonnen, toen jullie allemaal sliepen, jullie quote op de spiegels met de hand geschreven. Groetjes, de mol. En eigenlijk is het enige wat ik hiervan leer om iemand zijn molboekje te kijken of het handschrift klopt. Jeroen. Ja. De afgelopen weken heb jij geprobeerd om de mol te ontmaskeren. Je bent ver gekomen in het spel. Ik had al ondertussen een beetje zitten denken, terwijl Merel met het verhaal bezig was van wat wil ik eigenlijk weten? Want ik heb mijn verdachte, maar wil ik dan ook
die envelop pakken. Om te kijken van wat staat daarin als beschrijving voor die persoon. Maar ik dacht, nee, dat vind ik te tricky, want dan zit ik toch te veel op één persoon. En misschien dat er in dat vraagteken wel informatie zit die me echt verder helpt. Nieuwe informatie. De keuzes zijn jou. Er zijn twee regels. Je mag maar één keer iets pakken en je mag niet terug. Ik ga voor dat vraagteken en ik lees dat ik eigenlijk word doorverwezen naar een andere ruimte in dat gebouw waar extra informatie te vinden is. Peggy. John. De afgelopen weken heb jij geprobeerd de mol te ontmaskeren. Je bent ver gekomen in het spel. Dan ben je er ook een beetje uit. Lieve kandidaten, de eerste avond toen jullie allemaal sliepen, heb ik deze boodschappen op deze spiegel geschreven. Oftewel, als je dit handschrift kunt ontrafelen en weet van wie het is, dan weet je dus wie de mol is. Je keert zo om. In mijn hoofd zat al, ik wil dat vraagteken. Onderweg mag je maar één ding pakken. Dat vraagteken lont, dat maakt me nieuwsgierig. En je mag niet terug. Ik zie daar alle spiegels vanuit de allereerste opdracht. Ik heb de avond voordat wij begonnen, toen jullie allemaal sliepen, jullie quotes op de spiegel met de hand geschreven. Dus het is het handschrift van de mol. En ik kijk naar de spiegels en naar het handschrift. En ik ben ineens niet meer zo zeker van mijn zaak. Ik herken daarin niet het handschrift van Nicky. Terwijl ik voor mezelf heel duidelijk en heel veel redenen heb waarom ik wel voor Nicky moet gaan. Dus in plaats van dat het mij inzicht heeft gegeven, heeft het mij in de war gebracht. Kandidaten. Het bezoek aan de abdij had jullie 3000 euro op kunnen leveren. Waren het niet dat het geld achter jullie rug om is weggehaald door de mol. Ik hoop dat jullie wat kunnen met de kennis die jullie hebben opgedaan. Want het is weer tijd voor test en executie. Succes. Dankjewel. Ik wist het. De allerlaatste test en executie voor de finale. It's do or die. Het is tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het gedrag van de mol. Degene met de meeste fouten moet het spel verlaten. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Mijn mol is Nicky. Ik blijf op haar zitten omdat ik daar gewoon een heel goed gevoel bij heb. En de laatste test ook eigenlijk voor het grootste gedeelte op haar heb ingevuld. Terwijl dat al eigenlijk levensgevaarlijk was. Met het idee dat er 2 mensen naar huis zouden gaan. Maar hey, ik ben er nog. Dus ik heb het gevoel dat ik goed zit. Ik heb al gezegd vanaf aflevering 2, jongens, ik ga een tunnelvisie in. Maar ja, als die klopt. En je vult alles op één iemand in, omdat mijn buik zei dat het zo is. Peggy, jij bent het en daar heb ik nooit meer aan getwijfeld. Echt niet. Ik ben 1000% zeker. En het is nooit anders geweest. Weet je, er valt voor iedereen wat te zeggen. Jeroen zou een hele goeie zijn, omdat hij zo onder de radar blijft. Iemand die de goedheid zelf is, waardoor je denkt, nee, dat zou jij nooit kunnen doen. Maar juist daarom zou hij zo'n goede, evenwichtige mol kunnen zijn. Nicky is natuurlijk ook een hele goede keuze, omdat je het niet zou verwachten. En Tigo is een hele goede speler. Het is natuurlijk ook een geweldige acteur, dus hij kan ook dingen spelen en daardoor ook met jou spelen.
Mijn mol is Jeroen. Nou is het natuurlijk Wie is de Mol, dus je kan in alles wat gaan zien. Maar ik vertrouw op mijn intuïtie en ik vertrouw op mijn gevoel. En mijn gevoel zegt Jeroen. Jullie hebben hier in Toscane de kans gekregen om voor de tweede keer op jacht te gaan naar de mol. Maar voor één van jullie houdt de reis vanavond al op. Zometeen weten we wie de drie finalisten zijn en wie de laatste afvaller is voor de finale. We gaan kijken voor wie het avontuur voorbij is. Kom maar door. Ja, dit is echt horror. Nicky. Gefeliciteerd. De eerste finalist is bekend. Oeh, jongen, wat een spel. Tycho. Sorry, ik vind het zo vervelend. Ah, jezus, ik heb het gehaald. Ook jij gefeliciteerd? Ja. Maar jongen. En nu is het dus tussen jullie. Eén van jullie valt af. De ander gaat door. In de test en toen wist ik het. Ik zat verkeerd. Hè? Ik wist het. Oh, schatje. Oh. Er is iemand zo goed aan het mollen hier. Kut. Kom hier. Hè? Een rood scherm. Ik nog steeds ben ik een beetje ervan in de war. Ik ben zo overal tussendoor gevlogen. Dat was mijn mol. Al die afleveringen lang. Zij was het. Zij is het. Zij moet het zijn. Maar jongens. Wie had dit durven dromen, man? Dat ik op deze manier toch nog in de finale zit. Dankjewel. Ik vond het zo leuk met je. Zo van je groot. Dat is echt een van de grootste cadeaus die je krijgt als je meedoet met Wie is de Mol. Dat je mensen ontmoet die je daarvoor nog nooit had ontmoet. En dan ineens ja, zit je daarmee in zo'n hysterisch spelprogramma. Maar ja, dat blijken dan heel vaak hele leuke mensen te zijn. En Peggy is daar zeker één van. Ja, kom hier. Godverdomme. Ik wist het. Fuckers. Stelletje fuckers. Allemaal. Oké. Dag, lieve mensen. Dag, lieve. Tot in Nederland, lieve. Tot in Nederland. We gaan je missen. Ja. Dat we afscheid van haar moeten nemen is toch wel voor de hele groep, althans wat er van over is, een rip uit het lijf. Peggy. Ja. Hoe voel je? Het is a story of my life. Ik ga daar iedere keer voor de finale uit.
Ja, er wordt zo goed gemold. Er wordt de hele tijd echt zo'n mindfuck gespeeld. Het is de hele tijd, je denkt het een, blijkt het ander. Iedereen loopt te liegen. Iedereen speelt zijn eigen spel. Je bent vrienden, maar ook weer niet. En ze hebben het gewoon heel goed gespeeld. Final three. Final three. Ja, het is ongelooflijk dat ze in de finale zijn, jongens. Nee, laatste drie. Nee, jongens. Jeroen, laatste drie. Roomie. Roomie. Tering. Dit is de finale. Dit is niet normaal. Met welke ideeën, gevoelens, herinneringen ga je naar huis? Nou, met dat ik weer de gekke mensen heb mogen leren kennen. Een fantastische tijd heb gehad. En een heel mooi spel heb mogen spelen waarin ik helaas verloren heb. Maar terecht, want die anderen zijn beter. Ik heb het idee dat omdat je achteruit loopt, dat je eigenlijk tegen doet. Ah! Ik wil hier af. Pet, ik word zeeziek. Wel te gek. Ja. Wat heerlijk. Jij hebt toch een telefoon? Nee. Hebben wij nou alle twee? Ik heb geen telefoon. Nee, serieus. Nee, ik heb geen telefoon. Ah nee, wat een sufferd. Hebben zij ze alle twee? Ik wens je een heel goede reis en tot in Nederland. Dankjewel. Ja? Wow. Dankjewel. Doei doei. Dag. Kandidaten. Jezus, wat zij goed. Wat is zij hilarisch. En daar heb ik van een genoten. Maar de hamvraag is... Wie is de mol? Wie is de mol? Ja, er zitten hier drie potentieeltjes. Wie in godsnaam dan? Ja, hallo, Nicky. Op wie zat je in de test? Ik ga denk ik op dit moment nog heel weinig dingen delen. Ik weet niet wat dat is, maar waarom zou ik dat zeggen? Weet ik veel. Omdat we hier nu toch al staan. Zou jij dat zeggen nu? Geen idee. Ik ben heel snel met antwoorden. En dan zie ik jou na mijn antwoord zo van, ik weet niet of ik dat ga zeggen. Ik ga dat niet meer zo in troppen. Game's on, guys. Finale. Ik krijg niet eens proost, Sven. Weet je, gaan jullie lekker vanavond samen op de kamer? Jullie zijn toch getrouwd, dan heb ik weer een kamer alleen. Want Penny is weg. Ik vind het heel erg, maar ik slaap. Meneer en mevrouw de Bok moeten heel even overleggen. Doe maar lekker. En ik ga lekker studeren vanavond en vannacht om 2:00. Opdracht 2, finale aflevering. We zijn er maar met z'n drieën. Komen aanlopen weer op een plek, jongens. Het is niet normaal. Een soort tunnel, maar dan van boom. Prachtige dennenbomen. En we zien Rick staan. Finalisten. Hier achter mij staan wijnvaten met letters erop. Daar zagen wij enorme rijen wijnvaten. Wat we al hebben kunnen zien is dat op elk vat een letter staat. En elke letter heeft een bepaalde waarde. En aan het uiteinde van het parcours staan vaten met daarop de woorden die jullie moeten maken. Die leveren geld op voor de pot. En natuurlijk hoe langer het woord, hoe meer die waard is, hoe korter het woord... Ja, daar schieten we niks mee op. Als jullie die allemaal weten te maken, levert dat meer dan 3400 euro. Wauw. Er zijn ook blanco-vaten bij, die leveren iets minder. Stel dat je een heel ingewikkeld woord zou willen maken en er ontbrak één letter, dan kon je die ton pakken en die kon dan iedere willekeurige letter zijn. Maar dat zou dan wel 50 euro kosten. Speeltijd wordt 30 minuten. Succes. Dankjewel. Er stonden 11 vaten met niks erop. En de bedoeling was dat wij dan een leeg vat daaruit rolden, wegrolden naar een letter en met de vaten met de letters die weer terugrolden, moesten we weer in het midden een woord vormen. En een van de eerste woorden die we zien is pizza. Ja, duidelijk.
Roep even duidelijk welke letter je hebt, zodat we niet twee dezelfde nemen. Ja, ik ga daarheen. Dat betekent dus dat je 4 blanco vaten weg moet rollen en de letters B, I, S, A daarvoor in de plaats moet zetten. Ik heb de I. Hier is de I. Ga jij daarvoor? Dan hebben we die al. Nee, die moet daarheen. Dit gaat een flinke klus worden. Dat zagen we alle drie. Oh, ik heb de P! Ik heb de S! We moeten alleen nog de A. Alleen nog de A! Ik ga daar wel zoeken naar de A. Volgens mij heb ik hem daar gezien. Eigenlijk zijn taak aan het volbrengen, de P, de I en de S. Maar terwijl ik elke keer naar de vaten loop, kijk ik alvast naar de waardes. Z, 40, 0. En natuurlijk de meest onmogelijke letters zijn goud waard. Q, 100. Oh, we moeten naar Q. Dus ik bedenk me al snel dat na Pisa we een lang woord moeten hebben met de Q. Want de Q is 100 euro waard. Iets met een Q, jongens. Sam, kijk, Curico. Sam Curico, je kent hem niet. Hier is de A. Top. Kom maar, schat, je kan het. Ik help, ik moet laten zien. Dat liep supergoed. Nicky die haalde de P. Tigo scoorde een S. Ik heb en passant ook nog even de A gehaald. En voilà, Pisa. Sam Curico. Daar zit de Q in en de Q is 100. En we hebben de S en al? En de A en de S hebben we al. Hoe schrijf je dat? Q, U, I, Rico. Queer. Dus Q-Rico. Weet je het zeker? Ja, dus Q, ik check hem zo ook nog U, I, R, I, C, O. Dus we kunnen de S, de A en de I laten staan. Ik loop met de P nu naar ik ga de N zoeken. Vind je het goed dat ik hem even check het woord? Mag je checken als je iets meeneemt onderweg? De O. Ja. Otto. Ja. En de Q hier. Nee, die komt naar de N. Ja, de N. Maar daar zit een spatie in. Dat is de spatie die jij doet. Nee, dit is de S. San, maar de spatie mag toch gewoon aan elkaar, San Griek? Dat zit geen spatie tussen. Ja, of ze moet een blanco tussen. Oh, nee, dat kan gewoon. Dat kan aan elkaar. Niet mol, hè, hier. San Quirico, gewoon aan elkaar. Waarom een spatie? Het gaat om het woord. Wat heb je nu? Oh. Oké, ja. Ik ga zo nog wel even dat woord checken, hoor. Ja, doe maar. Want je zult zien, dan is er net één letter fout. Ik ga op het eind. Ja, en ik kan toch nog even zo net voor de finale zeker weten dat ik op het goede pad zit. Ja, ik denk dat min 50 is een spatie. Er moet dus een spatie in. Is dat een blanco? Welke C? Ja, dat is een blanco. Ja, een C bij Ico. Een spatie is een blanco. Ja, dat denk ik dus wel. Ja. Nou, een mol hapt altijd op min geld. Nou, er is er eentje die ja zegt. Jeroen. Hey, we gaan geen spaties maken, dat hoeft echt niet. Je hebt ja, maar er zit echt een spatie in. Maar als dat woord een spatie heeft... Ja. Scrabble. Ja, die heeft toch ook spatie? Dat wordt toch niet voor niks meer te spatie geschreven? En dat kost dus altijd geld, die spatie. Hebben wij ooit in Scrabble een spatie gezien? Nee. Dat heeft ze gewoon verzonnen. Ze heeft Jeroen overtuigd van het feit dat de spatie ertussen moest. Dat was weer een extra vatrollen. Nee, er hoeft geen spatie tussen, jongen. Ja, maar schat, straks wordt het hele woord afgekeurd omdat we geen spatie ertussen hebben. San. Anders hadden ze dat op dat vat toch ook al met een spatie geschreven? Zullen we even tellen? Zonder spatie. Zullen we even tellen? San. Of er een spatie tussen past, überhaupt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan één spatie tussen. Zie? Oké, ik ga de R halen. Oh, goed gedaan, Nick. Dat betekende voor ons weer een extra vat gaan rollen naar het midden toe. Lekker bezig, Mike. Hier, I. Ja. Ja, we zijn er. Hebben we hem? Zijn er al! Hebben we hem? Ja, dat is San Quirico! San Quirico is compleet, maar de tijd tikt verder en we hebben niet heel lang meer. Kunnen we hier nog wat maar maken met deze letters? Vast, ik ga wel kijken. Ik ga mee. Ik loop met je mee. Toch lopen. Gaan we hem allemaal met z'n allen? Dus we zoeken een woord wat een beetje overeenkomt met de letters die er al staan. Zodat we zo min mogelijk letters hoeven te wisselen.
Da Vinci is er. We hoeven alleen nog maar de D. En de V? Da Vinci. Want ja, de helft van de letters hebben we al. Hoe de D? Maar we moeten de V nog hebben dan, hè? Ja, zeker. Dan ga ik door naar de V, schat. Goed bezig. Veel te veel klinkers, dat is niks waard. Ah, Da Vinci is gewoon 3 klinkers, schat. Dat is helemaal niet veel geld. We gaan er gewoon voor omdat ze het roept. We zijn niet zo handig. Weer een woord met een A, een I en een I. Ik heb hier een V. Ik heb hier Da. En nog een I. Breng een U weg, hè? Ja. Voor een I. Waar staat die I dan? We hadden toch 2 I's in? Ik hoop dat hij nu een I aan het maken. We hadden net 2 I's hier liggen. Quirico zat er gewoon een I in. Twee keer een I. Ja. Waarom hebben we die weggehaald? Ja, ik niet. Jeroen, heb jij een I? Ik heb geen I. Wat heb je dan? Er waren 2 I's, jongens. Ik heb hier een U weggehaald. Heb ik aan je laten zien. Maar... Waar is die I? Waar is die I? Gaan ze allebei mollen? Ben je nou de enige die hier echt zijn best doet? Vaag dit. Schat, maar we hadden 2 i's liggen. Wat heb jij bij je? Sorry? Wat heb je bij je? Niks, een leeg vat, omdat ik de u heb weggebracht, want die kunnen we toch niet gebruiken. Pak meteen de i dan. Wat zeg je? De i. Ik heb geen i. Ja, maar hier ergens. Ik heb geen i weggebracht ook. Nee, maar dan kan je hem hier toch pakken? Er is hier geen i. Nee. Jeroen, dat ga ik zelf wel eens even bekijken of er geen i staat. Als ik een i tegenkom, jongen, je bent de mijne. Ik loop het pad af. Ik zie een M, ik zie een N. G. Ik zie alle letters. T. Wauw, geen I. Behalve de I. Wat is er met die I gebeurd? Ik ben gaan zoeken. Eerste vat, niks. Tweede, derde, vierde, niks. Wat is dit dan? De P. Hey, waarom draai je die om? Dat is toch ook al heel vaag? Wacht even. Als er niks op staat, kan je ook de onder... Ze heeft gewoon vaten omgedraaid. Ja hoor, ze heeft het gewoon hier. Ik heb die I! Ik heb de I! Oké, top! Zij had die I die kant helemaal opgerold. En hij stond omgekeerd. Ja, serieus? Ze is goed bezig. Hoe ga je hier nou nog in zo'n, als je met z'n drieën bent, in zo'n kleine club, hoe ga je dan ooit nog kunnen en durven mollen ook vooral, als iedereen zo op je vingers zit te kijken? Weer de I! Ja. Ja. Top. Had je goed gedaan, lief. Zo'n end wegrollen. Ik weet niet waar je het over hebt. Knap, hoor. Vinci. Hachi. Wat? Tada! And still looking gorgeous. Thank you. Next word. Kom, we gaan een nieuw woord zoeken. Da Vinci. Is er nog een kort woord dat we kunnen doen met wat hier nu ligt? Ik ga een kort woord zoeken. Kunnen we niet diva leggen of zo? Passend. Diva. Ja, dat ben ik al. Even kijken, een korte. Een korte. Pienza. Roep maar. Siena. Jongens. Siena. Wat gaan we doen? Siena. Siena. Dat moesten we zoeken. Oké, nou, dan gaan we rollen. Komt-ie. Ja. S. Hij moet bij de I. Ach, waarom staat het nou allemaal omgedraaid? Ja, kijk, die moet ik hebben. Op een gegeven moment, als je dat een half uur aan het doen bent, dat rollen met die tonnen, dan op een gegeven moment, ja, zegt mijn lijf ook wel van, nou Jeroen, nou is het wel mooi geweest hoor. En dan geef ik maar gewoon een schop tegen die ton, die dan natuurlijk pardoes de greppel in rolt. Dat ding moet er dan weer uit, gedoe allemaal. Maar goed, we hebben gedaan wat we konden, dat gevoel heb ik zeker. Nog een E! Een E en dan zijn we er. Maar ja, dan moeten al die letters nog weg. Ja, dat is zo gepiept. Heb jij een E? Nee, ik heb niks, ik heb een blanco. We moeten een E. Ik heb geen flauw idee waar die E staat. Ik ben hem niet tegengekomen onderweg. En om dat hele vat van die E nog snel te vinden, gaat het niet werken. Wat is dit? Oh, wacht, doe een blanke letter, dan hebben we hem al. Ja, laat hem blanke zetten. Komt-ie. Dan hebben we hem al. Dus ik gooi de X weg. Ik zet het blanke vat neer. Siena. Compleet. Siena. Ja, we moeten deze allemaal inwisselen voor blanco. Anders dan telt het niet. Er lagen nog een paar letters van Da Vinci op de grond. Ja, die moesten nog vervangen worden. We kunnen nog misschien eentje halen, kom op. Ah. Ja.
nou? Ja, natuurlijk. Nou, het lag niet aan effort. We hebben ons best gedaan. We hebben echt gebikkeld met z'n drieën. Ik ben in ieder geval heel trots. We hebben echt zo erg ons best gedaan. Zo, jullie hebben in elk geval jullie lichaamsbeweging gehad voor vandaag. Heel goed. Jullie hielden elkaar nauwlettend in de gaten bij het spellen. Heel verstandig, maar misschien hadden jullie ook aandacht moeten besteden aan de waarde van de letters en de lengte van de woorden. Want sommige woorden waren beduidend meer waard dan andere. Toch hebben jullie voor €320 aan woorden gelegd. Dat is toch echt erg. Nou, ik vind het netjes. Penningmeester Jeroen? Voor een half uurtje rennen valt het best mee. Ik denk dat de mol goede zaken heeft gedaan. Ja. Gefeliciteerd, alsjeblieft, mol. Voor de pot. Ben ik ook van overtuigd. Dank je, Rick. We hebben €320 verdiend. Dat had €3400 kunnen zijn. €3400. Met op de achtergrond een heel lief, schattig geel treintje. Oh nee, we gaan een trein. Een treintje? Oh jongens, dat krijgen we nou weer voor onze kies. Hallo allemaal. Rick. Rick. Het is tijd voor jullie laatste opdracht. Spannend. Jullie gaan een treinrit maken door de San Silvestro-mijnen. Er werd tot 1976 gezocht naar koper, lood, zilver en zink. En jullie gaan elkaar onderweg interviewen. Oh, dit wordt weer een grote ramp, want het is natuurlijk over die sporen met die wielen. Dat maakt waanzinnig veel lawaai en helemaal in zo'n grot. En dan echoot dat ook nog alle kanten op. De vragen hebben we al voor jullie op papier gezet. En ik ben heel erg benieuwd straks naar de antwoorden. Veel plezier. Dankjewel, Rick. Wat is dit nou weer voor een opdracht? Dit is Wiestemol 2.0. Niets is wat het lijkt. We gaan met een treintje een mijn in. En toen was het zover. De allerlaatste opdracht in dit seizoen van Wie is de Mol? Jeroen zit in het eerste wagonnetje. Daartussenin zit Tycho. Moet je nou kijken hoe mooi! En dan kom ik als hekkensluiter. Maar het betekent dat als Jeroen iets aan Nicky wilde vragen, of Nicky iets aan Jeroen, dat ik dat door moest pasen via mijn wagonnetje. Allebei heel goed op Nicky letten. Ziet wel een mol. Ik kreeg verbazingwekkend de sleutelpositie. We gaan gewoon de mijn in, jongens. Heel erg angstig aangelegd in de zin van hoogtevrees of bang in het donker of claustrofobie of zo. Maar toen we dat hele smalle grotje binnenreden, toen dacht ik wel even van, oh, dit is wel echt heel klein. Oh, dit is vreselijk. Oh, het is zo smal. Het is ook nog donker ook. Damn. Je kan bijna niks lezen. Dat is heel handig bedacht. Je ziet om de 10 meter een lampje wat zo... Vervelend, moet je heel snel lezen wat de vraag is. Als er een film over... Shit. Oh, hoe dan? Hoe moet je lezen? Oh, mijn god, ik zit het! Als een film flink wordt gemaakt, hoe zou die dan heten? Nicky! Ja? Als er een film over jou gemaakt wordt, hoe zou die dan heten? Ik heb geen idee! Maar bedenk iets! The Big Escape! Ja, cool! Nou, wij hebben samen een programma gedaan, dus zij dacht heel slim, The Big Escape!
Nou, die kon ik onthouden. Dat programma heette zo. Zeg, wat is het raarste dat jou ooit is overkomen? Het raarste wat me ooit is overkomen? Ja. Dat ik met een Ferrari Testarossa in de Paradiso een muur in reed. Oké. Nu mag je na deze treinrit even gaan uitleggen. Tycho, op wie heb je stiekem een oogje? Op jou, Jeroen. Serieus, op wie heb je stiekem een oogje? Op jou, Jeroen. Jeroen, welke magische gaven zou jij willen hebben? Die vraag moet jij ook aan Nicky stellen. Wat? Die vraag moet jij ook aan Nicky stellen van mij. Oké. Ik zou willen vliegen. Vliegen? Nicky! Ja! Als jij magische kracht zou hebben, ja. Welke kracht zou dat zijn? Onsterfelijk. Wat? Onsterfelijk. Onsterfelijk? Ja. Denk je, het antwoord is onsterfelijk. Ja, oké. Tycho. Ja? Van wie hing er een poster boven je bed? Van Take That. Die band kent iedereen, die poster die heb ik nooit gezien, maar ik dacht, dat onthoudt hij wel. Dat is dan mijn antwoord in dit interview. Nicky! Ja? Op wie heb jij stiekem een oogje? Rick van der Westerlaken! Wat? Rick van der Westerlaken! Ik versta je niet. Rick van der Westerlaken! Ja. Het geluid van de trein op de rails in zo'n kleine ruimte is oorverdovend, kan ik wel. Tycho! Ja? Wat is Nicky haar diepste geheim? Nicky! Ja? Wat is jouw diepste geheim? Mijn diepste geheim? Wat? Ja, jouw diepste geheim. Weet ik veel, Nicky! Ja? Wat is jouw diepste geheim? Ik heb het niet! Oké. Tych! Tych, wat was het nou? Ja? Tych, zeg het maar, Nick. Wat was het antwoord? Wat? Dat was een behoorlijk gedoe. Wat was het antwoord van Nicky? En wat was de vraag ook weer? Wat? Via mij alle vragen naar elkaar over en weer gooien. Wat een opdracht. Wat was de vraag ook weer? Wat Nicky haar diepste geheim? Ik heb boven wie roept zijn bed. Nou ja, wat was het? Die heeft ze niet. Oh, oké. Wat jij wel eens tegen iemand hebt gezegd. Het wat? Het stomste, het lomste wat je tegen iemand hebt gezegd. Bedenk maar wat, verzin wat. Dat de oogschaduw niet goed is geblend. Dat hè? Dat de oogschaduw niet goed is geblend. De wat? Dat de oogschaduw niet goed is geblend. Ah. Het was zo moeilijk om elkaar soms te verstaan. Je moest soms dingen echt 6, 7 keer roepen voordat iemand het echt kon verstaan. Tych! Wacht even, Nick! Tycho! Jeroen, als jij een wens nog doet! Ja! Wat zou dat zijn? Dat ik met de pop naar huis ga! Dat je? Dat ik met de pop van Wie is de Mol naar huis ga! Ja! Zeg maar, Nick! Daar wil Jeroen een levenslange voorraad van hebben! Jeroen! Ja? Waar zou jij levenslang een voorraad van willen hebben? Een levenslange voorraad? Ja, van wat? Rode wijn! Dat is rode wijn, Nicky! Oké. Rode wijn. Met de Ferrari in de Paradiso. Nou is het ook nog zo in deze opdracht dat we alle antwoorden die we krijgen te horen hier moeten onthouden. Tych! Ja? Welke poster hing er vroeger boven Jeroen's bed? Van Take That! Hè? Van Take That! Take That? Ja, Take That, ja! Van Jeroen? Jeroen! Ja? Wat voor poster zou jij boven je bed hebben hangen? Barbara Streisand! Jeroen zegt Barbara Streisand! Wat? Barbara Streisand! Wat? Hoor je me? Nee! Barbara Streisand! Wie? Barbara Streisand, zei ik. 10 keer. Barbara Streisand! Ik heb
ben wel trots op hoe we het hebben gedaan. Het voelt goed. Volgens mij kunnen we die pot vullen, man. Ik hoop dat het een leuke rit is geweest. Nou, dat is een feest. Ik voel me echt een kind van 10. Goed zo. De stand van de pot bedraagt nu bijna 12.000 euro. Dat had 38.000 euro kunnen zijn. We hebben wat laten liggen. Hier. Maar er kan nu nog 1.500 euro bij komen. Oké. 500 man. Ik hoop dat jullie goed naar elkaar geluisterd hebben. Dat het een goed interview was. Want ik ben erg benieuwd naar de antwoorden. Als ik maar de vraag krijg die ik nog weet. Jeroen. Op wie heeft Tycho stiekem een oogje? Op mij. Oh. Goed geantwoord. 250 euro in de pot. Bam! Lekker. Hatseflats, de eerste 250 euro in de pocket. Tycho. Ja. Als Jeroen één wens mag doen, wat zou hij dan wensen? Het eeuwige leven, ik was... Fout. Echt? Jeroen? De pot winnen natuurlijk in Wie is de Mol. Ik hoor hem weer. Ik heb het je gezegd. Ja, ik hoor hem weer. Stom. Nicky. Welke poster hing er boven het bed van Jeroen? Ik hoorde Take That. Dat is fout geantwoord. Jeroen, ik geef jou de eer om het antwoord te geven. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Oh, Barb. You heard her. I shouted out loud. Dat is fout. Zij wist echt wel Barbara Streisand. Heel handig. 250 euro uit de pot. Jeroen, wat is het diepste geheim van Nicky? Geen. Klopt, heeft ze niet. Tycho. Ja? Wat is het lompste dat Nicky ooit tegen iemand heeft gezegd? Ja, dat de eyeliner scheef zat. Dat was echt niet te doen. Niet goed, hè? Zeg het maar. Oogschaduw was niet geblend. Oogschaduw niet geblend. Ik dus weet niet wat blend is. Tussen oogschaduw en Tycho, eyeliner. Alsjeblieft. Fout dus. Die jongen liep op een of andere manier heel erg te kloten. Dus ik weet niet wat hij doet. Of hij denkt als mol van ik trek nog even een eindsprint. Of hij dacht, misschien heeft het nog wel, is het nog wel handig om mezelf nog even lekker extra verdacht te maken. En Nicky, wat is het raarste dat Tycho ooit is overkomen? Met een Ferrari in de Paradiso gereden. Ja. Klopt, hè? Dat moet je toch een keer uitleggen. Leg ik nou uit. Jullie hebben 3 vragen goed beantwoord. Dat betekent 750 euro. Oh, dat was het? Oh, ik dacht dat het was het. Oh, ik had nog veel meer antwoorden. Oh, juist die 2. We willen wel dat jullie goed opletten. Wat roep je net? Wat is dat nee, nou? Dat is echt... Ik roep het toch allemaal tegen Ja, weet ik. Maar ik, luister, ik was wel de tussenpersoon. Ik heb heel veel vragen heen en weer moeten kloppen. Ik heb zoveel vragen om mijn oren gehad. Sorry. Jeroen. Jeroen, geld. Kijk eens. Oh, ja. Dank u. Echt gefeliciteerd. Dank je. Het laatste geld. Dank je wel. Jullie weten wat gaat komen, hè? Die laatste finale test. Heel veel succes. Dankjewel. Ik ga studeren. Ja. Oh, wat een coole opdracht. Echt alles of niks. De finale test. De 3 finalisten krijgen 40 vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol. De kandidaat die het meeste weet, wordt de winnaar en gaat met de pot naar huis. In je ogen wie je bent. Dat heb ik niet gezegd. Kijk waar zijn. Toté. Niemand heeft ooit gedacht dat zij de mol was. In ieder geval in de eerste paar afleveringen. Jeroen is de mol omdat je het bij Jeroen totaal niet verwacht. Hij zweeft door de competitie. En niet heel veel mensen hebben dat door. Nicky is absoluut de mol en dat komt omdat ze zich altijd heel erg afzijdig houdt bij opdrachten en daardoor eigenlijk saboteert zonder dat wij het in de gaten hebben. Nicky,
Denk even mee. Ik ben de hele tijd aan het meedenken, Jeroen. Nicky hield zich eigenlijk weer ver van al die fysieke inspanning. Ik weet niet hoor, maar de volgorde dat je het legt heb ik bedacht. Tot ik er later achter kwam dat ze doodleuk de verkeerde volgorde heeft zitten doorgeven. Tweede opdracht. Gastenlijst. Proost. Cheers. Nicky had bedacht dat ze mensen andere namen ging geven. But what if your name for tonight is Pedro? Pedro. Yes. En ik dacht al, wat ben je nou aan het doen? Ik had het niet eens zo door. Ik dacht gewoon dat het een goede actie van je was. In de opdracht Sleutelbos gebeurt het raarste moment pas na de opdracht. Ik heb jou echt een wegen van hier gescheurd gegeven naar benen. Ja, natuurlijk is het raar. Eentje is er doormidden gescheurd en die heeft nooit iemand meer teruggevonden. In de opdracht meesterwerker ben ik een team met Tycho. Hartstikke gezellig. Wie is de mol? Ze kan het echt. Ik heb hier mijn mol niet in de gaten kunnen houden. Maar ja, het was duidelijk, want allebei onze schilderijen waren gevonden in het museum. Hij is open! Oké. Welk schilderij niet was gevonden, was die van Peggy. En van wie kreeg Peggy instructies? Ja, het is veel goud, blauw. Jeroen. Meer of min. We moesten door een stad op zoek naar luiken. Maar mevrouw heeft het een paar keer gepresteerd om voor een deur te gaan staan. En ze bleef maar bellen en rammen, terwijl al lang duidelijk was dat daar helemaal niemand thuis was. Nicky, schiet daar op. Ja, hoe zou ik opschieten? Dit is het gebouw, Jeroen. Mm-hmm. Mevrouw de Mol. Allemaal kleine momentjes die misschien voor een niet zo oplettend oog niet opvallen, maar voor mijn ogen zeker wel. Nicky, je bent echt een queen. Meestelijk gedaan worden. Het is echt goed gedaan. Van tevoren had ik nooit verwacht dat ik in de finale zou staan van dit seizoen. Ik heb dit seizoen dan ook echt elke aflevering als een cadeau gezien. Ik heb gewoon nog een keer mee mogen doen aan Wie is de Mol. Het was de mooiste ervaring die ik ooit heb gehad. Echt serieus. Het is gewoon een ontzettende eer om hier te mogen zijn. Dat ik dit keer met Wie is de Mol heb mogen meedoen, vind ik zo'n waanzinnig voorrecht. Dat is natuurlijk iets waar je, voordat het echt gebeurt, soms wel eens over droomt. En dan ook nog eens in de finale komen, dat is natuurlijk helemaal onvoorstelbaar. Hoe vaak in je leven krijg je een tweede kans? Niet vaak. Dus jullie hebben de tweede kans om op jacht te gaan naar de mol met beide handen aangepakt. Wijzer dan toen, geleerd van de eerste keer. Jullie hebben meer mensenkennis, meer levenservaring. En misschien ook wel meer strijdlust. Vanaf nu hebben jullie een unieke plek in de eregalerij van Wie is de Mol. Hier staan jullie dan. Drie oud-kandidaten die in Toscane een wedergeboorte hebben beleefd tot finalisten. En een van jullie mocht deze keer schitteren als mol. Maar wie? Nicky. In Colombia moest jij het spel als tweede verlaten. Nicky is zo'n flapuit, die kan nooit de mol zijn, zei een van je medekandidaten toen. Wat heb jij een comeback gemaakt? En wat heb jij goed geluisterd naar de wijze raad van de oud-mollen? Want dit keer hield je in het spel de kaarten tegen de borst. Dat is handig, als kandidaat.
maar ook als mol. Want er waren een paar cruciale momenten dat jij de pot geld hebt gekost. In het lezenparcours liet jij je gelijk als eerste afschieten. En op het strand, terwijl de rest lekker aan het ploeteren was met een puzzel, stond jij aan de zijlijn toe te kijken. Deed je dat expres? Jeroen en Tycho zijn overtuigd van wel. En die boodschappen op de spiegels van de mol, die kunnen toch alleen maar van jou komen. Jeroen. Jij moest in Oregon het spel als vijfde verlaten. En je had geen idee wie de mol was. Dit keer heb jij je zaakjes beter op orde. Want je hebt je en meer ingezet voor de groep. En je hebt beter opgelet. Precies wat jij jezelf had voorgenomen. Je bent zachtmoedig. En volgens de meeste medekandidaten te fanatiek om de mol te kunnen zijn. Maar hebben ze dat wel goed gezien? Want je was wel heel erg dol op kleine bedragen. In Florence, tijdens de opdracht met de ansichtkaarten, stuurde jij het spel door gelijk voor lage bedragen te gaan. En op Elba zocht je liever naar aanwijzingen dan naar geld voor de pot. Ook jij zou de mol kunnen zijn, Jeroen. Nicky denkt in elk geval van wel. Tycho. Jij was de laatste afvaller op de Filipijnen. Jij moest vlak voor de finale weg. En dus was jij er deze keer op gebrand om die finale wel te halen. Dat is gelukt. Je beleefde het spel intens en je volgde je buikgevoel, zoals jij dat noemde. Maar een acteur als jij kan ook een gekwelde kandidaat spelen. Ben jij eigenlijk wel kandidaat? Want ook jij hebt niet zo heel veel geld verdiend voor de pot. En hoezo sta jij in de finale? Jouw mollen, Ron en Peggy, zijn al lang naar huis. Ben jij zelf de mol? Dat zou kunnen. Want bij het pijlenboogschieten in het fort raakte bijna iedereen zijn schild. Behalve jij. Bij het stenen sjouwen liep je fluitend langs het omruilpunt met gouden exemplaren. Tycho, ben jij de mol die iedereen over het hoofd heeft gezien? Jeroen, Nicky, Tycho. Zo op het eerste gezicht zouden jullie alle drie misschien de mol kunnen zijn. Maar niets is minder waar. Want slechts één van jullie had vanaf de eerste dag een dubbele agenda. Slechts één van jullie begon het spel al voordat jullie elkaar hadden ontmoet, door boodschappen op spiegels te schrijven. Slechts één van jullie heeft de pot structureel geld gekost. Duizenden euro's. Maar wie? Jeroen. Nicky. Tycho. Hier staan jullie voor me. Een winnaar. Een verliezend finalist. En een mol. Maar wie speelt welke rol? Nicky. Jij bent niet de verliezer. Jeroen. Jij bent niet de winnaar. En Tycho, jij bent niet de mol. Dan wil ik graag antwoord op die ene vraag. Wie is de mol?
Volgende week de grote finale van Wie is de Mol? Wie heeft de afgelopen weken keer op keer de boel weten te saboteren? Is het Jeroen? Of Nicky? Wat is het antwoord op die ene vraag? Wie is de Mol?